Van harte goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Mantintaki. Het is dinsdag 25 september 2018. Wat voel ik me blij om weer hier te staan en weer een nieuwe aflevering van Mantintaki te mogen presenteren. We doen het simultaan met de SRS en ik groet natuurlijk ook de luisteraars, de internetluisteraars. En hopelijk bent u al de dag heel goed begonnen om weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. Nou, wat gebeurt er allemaal? Als we de actualiteiten doornemen, dan moet ik u vertellen dus dat minister Yildiz Polak Beekli van Buitenlandse Zaken deelneemt aan de 73ste vergadering van de Verenigde Naties. Ze zal dus de VN namens de regering van Suriname toespreken. En de delegatie die is gisteren dus vertrokken naar New York. En over New York gesproken, er is een gigantisch, een levensgroot standbeeld van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en anti-apartheidsactivist Nelson Mandela onthuld op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. U ziet dat moment ook in beeld. Met een hoogte van 1,8 meter is het Nelson Mandela beeld het enige levensgrote standbeeld op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Wat tekenend is voor de rol die hij heeft gehad bij het verenigen van de wereld onder de vlag van vrede en conflictoplossing. En dat zei dus het Zuid-Afrikaanse voorzitterschap. Nou, geweldig om dat dus te zien en de bijdrage die Nelson Mandela heeft geleverd in de wereld. En toen het nieuwe standbeeld werd onthuld tijdens de ceremonie gisteren in New York, tijdens de ministeriële meeting, als ook de Non-Aligned Movement op 26 september. En de G77 en China en de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Nou, minister Polak Beekli zal ook bilaterale gesprekken voeren met haar collega's van de verschillende landen tijdens de vergadering van de VN in New York. En we blijven de ontwikkelingen op dit stuk natuurlijk ook volgen. Wat valt er nog te vermelden? De Nationale Assemblée die komt vandaag in vergadering bijeen. En dat na een recesperiode. En tijdens de vergadering vandaag zal Suzanne Mabo uit Brokopondo toegelaten worden tot lid van het college. Zij volgt Frederik Venissi op, die bedankt heeft om districtscommissaris te worden. Als over het parlement gesproken, ik heb ook vernomen dat de jaarrede is verschoven. De jaarrede die zou dus vrijdag worden uitgesproken door de president, maar dat is dus verschoven naar 1 oktober, wanneer dus het nieuwe schooljaar ook start. Nou, over het nieuwe schooljaar gesproken, we hebben nu al gehoord dus dat de heer Wilco Valies, de voorzitter van de Bond van Leraren en de ALS heeft aangegeven dat de leerkrachten in actie gaan. Dus we bekijken het of we volgen de zaak en laten we hopen dus dat er heel gewoon een oplossing komt voor dit vraagstuk. Want het is niet mooi dat het schooljaar weer met problemen wordt geconfronteerd en dat de leerkrachten dus in actie zullen gaan. Een ander mooi geluid is dus dat we hebben begrepen dus dat de verhogingen van de watertarieven voorlopig is aangehouden. U weet dat stadminister Gilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbron had aangegeven dat er een verhoging op komst is. Maar de directeur van de SWM, Marlon Oosterling, heeft aangegeven dat dat dus voorlopig is aangehouden. En het komend jaar zal men dus bekijken of die verhogingen dan ingaan. Hij heeft wel het beroep gedaan op de gemeenschap om hun waterrekeningen op tijd te betalen. Nou, dat zijn zo'n beetje de zaken die ik met u wil doornemen voor de actualiteiten betreft. En ook vandaag hebben we gasten uitgenodigd. En mijn eerste gast is vandaag de heer Ashwin Agaibersing. Meneer Agaibersing, goedemorgen. Welkom bij Mantintaki. Yes. In Suriname wordt er veel gepraat over het stimuleren van het ondernemerschap in ons land. En dat de ondernemers de tools moeten krijgen om te kunnen ondernemen. Daarover gaan we het vandaag hebben, want ondernemerschap is de backbone, zeg maar, ook van onze economie. En in dat kader gaan we vandaag praten, denk ik. Ja, toch? Klopt, ga je misschien goed zo. U bent business coach. Ja.
Leg ons uit, wat is dat nou precies? Ja, je moet een business coach eigenlijk zien als een soort sportcoach. Een sportcoach begeleidt sporters voor het halen van betere prestaties. Yeah. En wij doen dat met ondernemers. Okay. Dus wij zorgen ervoor dat de ondernemers de tools, de tips krijgen om betere resultaten te boeken op verschillende gebieden. Mm-hmm. En als coach staan we eigenlijk langs die lijn om ze daarin te begeleiden. En op het rechte pad te houden wat ondernemerschap betreft. Eigenlijk. Om welke ondernemers gaat het? Gaat het om jonge of de oude ondernemers? En die ondernemers. Mm-hmm. Action Coach is eigenlijk een internationale organisatie die wereldwijd ondernemers coacht. Yeah. Wekelijks worden er bijna 15.000 ondernemers gecoacht in de wereld, in meer dan 75 landen. In Suriname was het wel zo dat we eigenlijk keken naar de middelgrote tot grote ondernemers. Wat te maken heeft eigenlijk met de fee van Action Coach, omdat het een internationale organisatie is die als franchise in de verschillende landen opereert. Yeah. Maar met het nieuwe programma hebben we dus gemeend om ook de kleinere en startende ondernemers tegemoet te komen. Omdat het eigenlijk een grote groep is in Suriname. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn we er nu in Suriname voor elke ondernemer. Ja, als je kijkt dus naar het ondernemerschap vandaag in ons land en vooral als het gaat om de jonge ondernemers, tot welke conclusie komt u? Met welke barrières hebben ze zoal te maken? Het heeft meer te maken met, er zijn veel obstakels als je gaat ondernemen. Ondernemen is een echte uitdaging. Mm-hmm. En de economische situatie is natuurlijk één, maar als ondernemer zelf kom je tegen van we zijn een kleine maatschappij, dus de markt is niet zo groot. Yeah. En hoe overleef je dan in zo'n markt als je meerdere mensen hebt die hetzelfde doen? En soms weten de jonge ondernemers of startende ondernemers niet zo snel hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat kan voor veel frustratie zorgen. Mm-hmm. Ondernemers die volgens ons te snel eigenlijk stoppen met het volgen van hun droom. Want ondernemen is eigenlijk een droom. Het komt vanuit een wil om een betere toekomst voor jezelf te kunnen waarborgen. Maar ze haken snel af omdat ze niet om kunnen gaan met deze obstakels. Mm-hmm. En soms zijn die obstakels wel te overwinnen. Zoals? Welke obstakels zoal? Waar ik het net over had. Hoe haal ik meer klanten binnen, maar ook hoe bind ik klanten langer aan mijn onderneming? Toch? Ja. Dus, hoe zorg ik ervoor dat die klanten terug blijven komen bij mij? De cashflow garanderen. Hoe zorg ik ervoor dat ik een goede cashflow heb? Soms hebben ze hun kosten niet op hun netvlies, waardoor ze bijvoorbeeld wel veel werk hebben, maar toch niet uitkomen. En vaak niet goed weten van, hoe komt dat nou precies? Waar heb ik eigenlijk mee te maken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld kleine en startende ondernemers die ook veel vanuit huis werken of vanuit de garage of die weten dan niet goed bijvoorbeeld privé en zakelijk met elkaar te scheiden. Ja. Sommige ondernemers werken heel hard, 7 dagen per week, bijna 18 uur per dag. Nou, dan gaat het gezinsleven eraan. Dat is een van de dingen waar wij ook op coachen, de balans tussen het privé en het zakelijk, eigenlijk quality of life balance als het ware. En als je die dingen, zeg maar ondernemer die zo hard werkt, en die balans eigenlijk kwijtraakt en dan ook nog met die frustraties te maken krijgt, dan gaat het in je gezondheid zitten en dat is niet prettig. Ja, u had het over cashflow. In gesprekken met ondernemers horen we vaak, vooral de jongen, van eigenlijk een money is een probleem. Ja. Weet je, we hebben geen startkapitaal. Ja. We zijn eigenlijk een van de sponsoren van het programma is Godot. Mm-hmm. En we hebben met Godot gesproken hierover en de bedoeling is dat Godot gaat uitleggen aan de ondernemers die meedoen aan het programma van hoe ze eigenlijk met dat vraagstuk kunnen omgaan. Mm-hmm. We hebben een presentatie meegemaakt van Godot waarin ze zeggen van startkapitaal moet op zich geen probleem zijn, maar het gaat om de perceptie. Vaak komt de ondernemer bij zitten en zegt ik heb 30.000, 40.000 SRD nodig. En wat wij als business coaches dan doen, maar wat Godot ook doet, is zeggen, heb je het echt nodig? Of kan je in de eerste fase beginnen met 6 of 7.000? Mm-hmm. En vaak is dat wel mogelijk. En het heeft natuurlijk te maken met de grote droom die een ondernemer soms heeft. Maar als je hem stapsgewijs gaat plannen en stapsgewijs in uitvoering brengt, dan zal je zien dat het startkapitaal issue eigenlijk kleiner wordt en dat je kan groeien daarin. Yeah. En Godot heeft resultaten geboekt daarmee en wij hebben ook als business coaches resultaten geboekt daarmee. Dus dat gaan we die ondernemers bijbrengen tijdens het programma. Ik las ergens dus dat er een sessies zullen worden gehouden, diverse sessies. Vertel ons daarover wat meer. Het zijn 12 sessies gedurende 6 maanden. We beginnen 17 oktober. Okay. En eigenlijk beginnen we vanaf de focus, het doelen stellen, waar wil je naartoe als ondernemer. Mm-hmm. En we gaan door het hele programma klanten werven, je financiën op je netvlies hebben, hoe moet je omgaan met social media. Eigenlijk van A tot Z de basis voor de startende en kleine ondernemer om te kunnen surviven in
het ondernemersveld in Suriname. Ja. En dat doen we over 12 sessies. Ja, en hoe lang duurde het, dit programma? We starten 17 oktober, 12 mm-hmm. sessies, 2 sessies per maand. Dus we zijn 6 maanden bezig. Ja. En aan het einde moeten de mensen dus voldoende tools hebben om te kunnen ondernemen en de zaken waarmee ze dus geconfronteerd worden om daarmee te kunnen omgaan. Ja, de benadering is heel praktisch. Mm-hmm. Wat wij doen tijdens de sessie is, je gaat gelijk aan de slag. Dat is ook het verschil eigenlijk tussen business coaching en bijvoorbeeld een training die je volgt. Als je een training volgt, dan zit je daar in een lokaal, je krijgt de juiste informatie mee. Dan ga je naar huis en dan ga je nadenken van hoe ga ik die informatie toepassen op mijn onderneming. Wat business coaching inhoudt en wat bij dit programma ook heel erg leidend zal zijn, is op het moment dat je daar binnen loopt, gaan we direct aan de slag met je onderneming. Mm-hmm. Dus we zijn heel praktisch bezig, heel erg in de term van werksessies. We volgen het ook precies, er is een certificaat aan het eind, maar je moet punten halen door te laten zien van hey, hoe heb je alles wat je hebt meegenomen toegepast in je onderneming. Dus je moet met tastbare resultaten naar alles toekomen. Yeah. En dan kunnen we daarin bijsturen. Dus we garanderen eigenlijk dat de inzet die jij erin steekt als ondernemer, dat resultaat ga je meenemen aan het einde van het programma. Ja. Is er gebleken in uw ervaringen dat er voldoende animo is voor het ondernemerschap in ons land? Ja, het is eigenlijk begonnen met de presentatie over business coaching die ik heb gehouden bij een ondernemersavond, genaamd Starterstakje. Dat is echt gericht op startende ondernemers. Okay. En daar zie je dat eigenlijk animo, het is overweldigend. Mm-hmm. Er is heel veel vraag, of er zijn heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in het ondernemen. Ook hele jonge mensen die nu nog in de universiteitsbanken of in de schoolbanken zitten, die kijken al direct richting het ondernemerschap. Okay. Mm-hmm. Soms geven ze daarin wel mee van hey, je komt uit de schoolbanken. Als je denkt dat je onderneming kan starten, doe het. Maar educate yourself. Mm-hmm. Ga wel door met scholing, want de schoolbanken geven je een bepaalde basis, maar de praktijk werkt natuurlijk anders en daar moet je je ook in kunnen vormen. Ja. Maar het animo is er wel zeker. Ja. Dat zeker. Dat merken we ook aan de aanmeldingen voor ons programma. We zijn eigenlijk nog niet eens, we beginnen deze week vol met het publiceren van de informatie en via social media naar de mensen gaan. Maar we zijn al over de helft aan aanmeldingen voor het programma. Geweldig. Dus, goed. Ja. Heel hartelijk dank, meneer Agaibersing. Yes. Heel veel succes toegewenst met het programma. Dank en we kijken uit naar de resultaten aan het einde. Mag ik nog één ding zeggen? Alsjeblieft. Het is een initiatief die vanuit de particuliere sector is gekomen, vanuit Action Coach Suriname. Okay. Wat we heel prettig vinden is dat we grote particuliere bedrijven als Godot, maar ook als Suria bereid hebben gevonden om deze ondernemers te gaan steunen. Okay. Maar ook het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft zijn ondersteuning toegezegd. Dus we zien dat er veel mensen zijn die warm hart toedragen aan de startende en kleine ondernemers in Suriname. Geweldig. Heel hartelijk dank en succes. Ook bedankt voor de tijd. Dank je wel. En zo hadden we op bezoek de heer Ashwin Agaibersing. En ze gaan dus de kleine en middelgrote ondernemingen coachen. En hoe om te gaan met de diverse vraagstukken op financieel gebied en dergelijke. Nou. Dat was Jan Dino, hè? En samen met Gerald Joling een nummer geschreven door Damaru. En ja, ik hoop dus dat we hem later in het programma ook hier krijgen, want 2 Platina Awards en hij is ook nog gehuldigd namens cultuur als jeugdambassadeur. Geweldig is dat. Nou, we gaan naar onze volgende gasten en op zaterdag 29 september. Is het zondag? Zondag, ja. Is het Wereldhartdag nog? Wanneer is het Hartdag? Zaterdag, toch? Zaterdag is Wereldhartdag. Juist. Ze hebben het omgezet, ja. Zaterdag 29 september is het Wereldhartdag. Ja. En ook in Suriname staan we stil bij deze dag die door World Heart Foundation is uitgeroepen. En dat wel sinds 2000. En in dat kader zal de organisatie een healthy lifestyle ook activiteiten organiseren. En we gaan zo dadelijk daarover praten met Marcella Roosevelt-Seel en Desmond Platt. Maar laten we even eerst gaan naar het volgende. Stop for a second. Hold your breath. What can you hear? That's the sound of your heart beating. It's your engine. It's the key to life. So why do we not give it the respect it needs? We believe all 7 billion humans on the planet have the right to a healthy heart. That's why we are on a mission to keep all hearts healthy.
fuel your body with good. Think healthy. Think natural. Think unprocessed. Even small changes can make a big difference. Stay active. Play. Cycle. Dance. Take the stairs. Give your heart a chance. Don't smoke. Understand the risks. Know the signs and learn CPR. Reduce stress. Smile more. Live more. You only have one heart. Because without your beating, healthy heart, everything will just stop. Promise to make every heart healthier this World Heart Day. For my heart, for your heart, for all our hearts. Because every heartbeat matters. The 29th of September, World Heart Day. En eigenlijk heeft het filmpje daarmee alles verteld, hè? Over ons hart, mevrouw Roosevelt, ja, de helemaal. Motor van ons leven. Helemaal. Mm-hmm. We staan er niet genoeg bij stil. Hè? Yeah. We denken, ja, we zijn in het leven, ons hartje klopt, we mm-hmm. voelen misschien wat vlinders en de liefde in ons hart. En dat is het. Yeah. Maar we staan er niet genoeg bij stil hoe goed of hoe slecht we voor ons hart zorgen. Mm-hmm. En daarom willen we dus op zondag 30 september dat mensen er extra stil bij staan. Goed, deze dag is speciaal gekozen. Waarom dat zo? Omdat 29 september, zoals mm-hmm. je eerder aankondigde, Wereldhartdag is. Mm-hmm. Normaliter was tot dit jaar was Wereldhartdag de laatste zondag in september. Vandaar mm-hmm. dus onze activiteit ook op zondag 30 september. Maar ze hebben het veranderd nu naar permanent 29 september. Dus vanaf dit jaar, alle andere jaren, is Wereldhartdag op 29 september. Ja. En we willen de harten extra laten werken. En gezonder maken. Goed, daarover gaan we zo meteen ook wat meer horen. Meneer Plet, u bent van Sport Heart Promotion. Wat voor organisatie is dat precies? Het is eigenlijk meer een sportorganisatie die in de ruimste zin de sport- en bewegingsactiviteiten probeert te ontwikkelen. Maar de naam Heart Promotion sluit helemaal aan op Wereldhartdag. Maar vanuit de organisatie had het eigenlijk veel meer te maken met hart voor de sport. Mm-hmm. Een goed functionerend hart is een gezond hart, is een sportend hart. Dus vandaar toen de naam Sport Heart Promotion. Maar nu zien we dat het helemaal goed aansluit en het zijn twee zaken die helemaal niet van elkaar los te koppelen zijn. Ja. Is die bewustwording bij de gemeenschap aanwezig? Het dat groeit. Dat men meer moet gaan sporten? Het groeit. Als ik zo kijk naar bijvoorbeeld al die wandellopen die er worden gehouden, dan moet ik toch wel zeggen dat de mensen toch er goed participeren. Of? Ja, het groeit. Omdat een paar jaar terug was er ook nog een onderzoek gedaan waarbij er aangetoond werd dat maar 2% van onze bevolking structureel aan bewegingsactiviteiten deed, dan moet ik zeggen dat is voor ongeveer zo rond 2012 toen dat onderzoek werd verricht. Ja. En ik moet zeggen dat op een gegeven moment het streven was om te gaan naar 10%, 20%, 30%, om eigenlijk de hele bevolking bewust te maken van hoe essentieel het is om te bewegen. Maar ik zie het groeien, de mensen worden er bewust van, ook wat betreft voeding. Ja. Mensen gaan bewuster kiezen voor een healthy lifestyle en eigenlijk moet het niet bij die ene activiteit blijven, maar we moeten het blijven stimuleren en daar staan organisaties als Healthy Lifestyle er helemaal voor. Ja, mevrouw Roosevelt, als we moeten lezen dat jaarlijks 17,3 mensen sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. 17,3? Miljoen, ja. 17,3 miljoen, correctie. Is toch wel zorgwekkend? Het is heel zorgwekkend. Ook toen wij het, die cijfers kregen, hadden we zoiets van, oké, het is wel wereldwijd, maar hoe zal het gesteld zijn in Suriname? Daar is het ook niet beter van. Suriname doet het niet zo goed. Dat we kunnen zeggen van, oké, veel mensen zijn bewust van hun hart en ze zorgen goed voor hun hart. Mm-hmm. Er zijn nog steeds heel veel mensen die problemen hebben. Hart- en vaatziekten staat nog steeds aan top. Wat betreft doodsoorzaak. En dan heb ik niet het per se over een hartstilstand. Want hart- en vaatziekten is een groep, is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen. Yeah. En die groep staat nog steeds nummer 1. En vandaar dus dat we ook op onze activiteit heel veel informatie hebben van het Thorax Centrum Paramaribo. Mm-hmm. Die dus echt gespecialiseerd is in hart. Er zijn cardiologen die daar werkzaam zijn. En die helpen dus mensen preventief, maar ook curatief. We zien ook wat foto's die je hebt meegenomen. Ja, ja, we hebben een aantal activiteiten reeds achter de rug. We zijn al vanaf 2013 bezig. Op 1 oktober
Dus de dag na onze activiteit bestaat de Healthy Lifestyle 5 jaar. Okay. Dus we zijn actief bezig en we willen veel mensen betrekken erbij. Vandaar dus dat we ook op 1 augustus zijn gestart met onze community, onze Healthy Lifestyle Community. Yeah. Mensen worden lid, zoals Desmond zei. Het regelmatig bewegen, dat zit er nog niet in. Ze willen wel, ze zijn zich ervan bewust dat het gezond is, maar die discipline opbrengen om dat te doen, dat zit er nog niet in. En dat willen we met onze community wel erin brengen. Dat het percentage waarover hij het had, echt gaat stijgen. Want je moet bewegen, je moet letten op je voeding, maar je moet ook een evenwicht hebben. Je moet emotioneel ook gezond zijn. Je moet werken aan jezelf. Je moet, daarom is onze slogan Better Balance for Healthy Living. En preventief te werk gaan, dat is beter dus dan dat, om te voorkomen. Dus dat je die, ja, precies. Mm-hmm. Voorkomen is beter dan genezen. Als ik het kan voorkomen, dat willen wij, dat mensen het voorkomen door nu actie te ondernemen. Als ik het kan voorkomen, is het beter dan wanneer ik zoveel hoge rekeningen moet gaan betalen bij de dokter. Ja. Want men klaagt ook vaak, ja, als ik gezond moet eten, dan moet ik wat extra uitgeven. Wanneer wij het uitgeven? Nu, om het te voorkomen, of later wanneer je eenmaal ziek bent? Yeah. The choice is yours. Mm-hmm. Meneer Plet, wat is dat probleem? De jongwang, die vaker zitten met hun, eerder met hun laptop, eerder met hun cellulair, in een lekker luie stoel, in plaats van lekker buiten te gaan spelen. We zien dat veel minder. Ik moest laatst ook nog horen van bijvoorbeeld, we zitten in de vakantieperiode. We zien dat mensen niet meer vliegen. Ja, zij zag. Hoe gaan we die jongeren stimuleren? We have to go back to the basics. En die basics moet eigenlijk gewoon letterlijk en figuurlijk vooral op school beginnen. Mm-hmm. Er moet meer aandacht besteed worden aan het vak lichamelijke opvoeding op school. Okay. We moeten af van die term vak onder de streep en is niet meer belangrijk. Mm. Sporten, studeren, gezondheid, die dingen gaan gewoon wereldwijd samen. En waarom kan het in Suriname niet samengaan? Ik denk dat er gewoon beleidsmatig gewoon die ommekeer gemaakt moet worden en het mes erin gestopt worden van we gaan gewoon een beetje meer hierin investeren. De buurtorganisaties meer ondersteuning geven. De sportleiders in de middaguren aan de slag zetten in de verschillende buurten en de districten. En ik denk dat dat de enige manier is op dit moment om die jongeren alvast te triggeren. En het moment dat je het aanbiedt en ze hebben dat als keuze, gaat het automatisch veranderen richting een lifestyle. Ja. Wat gaat er zondag precies gebeuren? We hebben een fitness circuit drill. Mm. Je hoort 3 woorden erin. Drill de man. We hebben drill master. Ja. Fitness, dat zegt het al. We weten het, de workouts, de oefeningen. Een circuit, dat is iets dat je afwerkt. Het is dus een total body programma. Je gaat van ene station, er zijn een aantal stations, van ene station waar je bijvoorbeeld focust op je armen. Ga je naar het andere station waar je focust op je buik. Ga je naar het andere station waarop je focust op je benen. En zo maak je het heel circuit af in een groep. En de drillmasters zijn daar om het maximale uit je te halen. Hoe is het bestemd? Hoe is het toegankelijk? Vanaf kinderen vanaf 10 jaar. Mm-hmm. Kinderen vanaf 10 jaar die mogen dus meedoen. 10 SRD is de bijdrage. En volwassenen 18 plus die betalen 20 SRD. En Sport Heart Promotion die zorgt voor de drillmasters. Ja. En die gaan echt ervoor zorgen. Ze zijn lief, heeft hij gezegd. Ze hebben gezegd, ze gaan niet stout zijn. Maar ze zullen wel ervoor zorgen dat je het maximale haalt uit jezelf. Ja, en waar? Hoe laat wordt het gewoon? Het is in het jeugdcentrum. Het is in het jeugdcentrum. We starten precies om 5 uur. Voor zij die het weten, we zijn al 5 jaar bezig met de Healthy Lifestyle. Al onze activiteiten starten op tijd. En ze eindigen ook op tijd. Ja. 5 tot 7. Want de volgende dag is de eerste schooldag. Je gaat fris en fruitig naar school. Dus van 5 tot 7 in het jeugdcentrum. Zondag aanstaande. En de mensen kunnen zich nog registreren om mee te doen. Dus nadat de mensen die junkfood tot zich hebben genomen, hele vakantie, komen ze het dus... Mogen ze aanzet. Want dit is de aanzet. Het is één activiteit in het kader van Wereldhartdag. Maar het is de aanzet tot regelmatig bewegen. Ja, meneer Plet. Ze zijn er helemaal ready voor, die drillers, die drillmasters. We zijn er helemaal ready voor. Het wordt gewoon een knallende afsluiting van deze vakantie met onze fitness circuit drill. De mensen gaan de max uit ze halen. Ik kan niet, telt niet. Alles kan. Je moet gewoon doen wat je kan doen. Zeg niet, ik kan niet doen wat u zegt. Je moet doen wat je kan doen. En dat is alvast een aanzet geven. We gaan de max wel uit die mensen halen. We gaan ze trekken,
We gaan ze motiveren, we gaan ze stimuleren. Yeah. Want na die activiteit, wanneer je klaar bent, ben je niet moe. Want moe zijn is slechts een gedachte, zeg maar. Mm-hmm. Je bent moe als je denkt dat je moe bent, dan ben je echt moe. Dus denk niet eraan dat je moe bent. Yeah. Moe zijn is slechts een gedachte. Yeah. We gaan alles uit de mensen halen na de activiteit. Ga je er versteld van staan, hoeveel energie je nog hebt. Want juist dit ding bouwt energie op. Je denkt, I'm sweating, I'm very mogosribi. Maar geloof me, als je naar bed gaat, ga je niet direct slapen, want je bruist van energie. En dat hebben we gewoon nodig, ook voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Yes. Absoluut. Normale mensen die krijgen consumptiebonnen als je meedoet. Dus je krijgt gezonde snacks. Ja. Je krijgt genoeg drank, want dat is nodig. Je moet genoeg hydrateren, dus er is genoeg drank. Kom gewoon en doe iets voor je hart, tenminste op deze zondag. Het is een aanzet om te bewegen. En we hebben wat voor je meegenomen in het kader van 5 jaar healthy lifestyle. Ja. Nou, overhandigen we deze zondag. Dankjewel. Als stimulans. Ik ga er gretig gebruik van maken. En een herinnering dat ook jij moet bewegen. Absoluut, hè? Dat doe ik dus intussen aan. We hopen je ook te mogen verwelkomen zondag in een groep. Absoluut. Goed, heel hartelijk dank mevrouw Marcella Roosevelt-Seel en de heer Desmond Plet. En heel veel succes toegewenst met de activiteit zondag aanstaande. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Mandetaki. Misschien dat u in het nieuws ook even kunt zien. En dan zal u dan meer daarover horen. Voor een nieuwe aflevering graag tot morgen. Ik groet de luisteraars van de SRS en natuurlijk ook de kijkers van de STVS. Een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. Dag. STVS, de nationale zender.